Good morning everyone. Het is alweer even geleden dat we weer met Kingdom Hearts Dark Road zijn begonnen. Als ik het goed heb, is het nu 2 of 3 weken geleden. Want dat komt, ik moest echt mijn Disneyland Paris video's afmaken. Ik heb ze allemaal af. Dus, en die worden allemaal ingepland door de week, yada yada yada. Dus ik heb nu ook eindelijk tijd om dit te doen. Dus dat is heel fijn. Nou, even de BP claimen. En de free draw. Oh, playing cards, mooi. Shop points. Er is een hoop veranderd sinds de laatste keer. Ze hebben nu ook dat je 5 kaarten kunt krijgen. Omdat je 5 tickets inleveren. Maar die zijn nog maar 4 dagen. Er zijn naar wat ik heel graag wou, weer een organization member bijgekomen. Van de original organization. Ze hebben Shion. Maar Shion is ook van de real organization. Ja, ik weet het. Heel apart. Dus, maar ja. Voilà. Maar ze hebben ook Winnie the Pooh. Ja, die heb ik nog niet, maar goed. Dan hebben ze ook sinds de laatste keer nieuwe dingen bij gedaan. Zoals crafting. Een beetje onduidelijk. Ik heb dit ding gisteren te pakken gekregen. En het geeft me een paar HP bij. Maar ja, hoe het nou alles een beetje werkt, nog geen idee. En het boeiendste. Ik heb me toch op een tijd hoop nieuwe kaarten. Even zoeken, jongens. Ik heb... welke waren allemaal nieuw? Ik weet niet meer. Jawel, weet ik nog wel. De Yellow Opera is nieuw. De Hack. Nee, wacht. Die was wel al. Die moet weg. Cloud is nieuw. Die is nieuw. Ik heb Kyrie nieuw. Blue Rap. Blah, zoiets. Keyhard 1. Hey, woutje 86. Fuck you. ik doe die clippen wel even in. En dan nog een paar van 1. Wow! Oh! Keyhard 1! Oh! Nice! Fucking nice! Hier gaat Disney Game niet blij mee zijn. Super blij. Ik had 2 tickets en ik kocht die en ik kreeg toen Roxas eruit. Ik werd helemaal gek. Echt super blij mee. Ik heb... even denken hoor. Ik mis op dit moment nu nog 2 organization members. En dan hoor ik jullie denken, 2? Er zijn er toch 4 in totaal op dit moment? Klopt. Ik heb er nog 1. Namelijk Riku Replica van de Real Organization. Daar ben ik super blij mee. Dus nu heb ik van de Real Organization heb ik er vast 1 en al 1 van de Original. Nu nog Shion, dan heb ik van beide. En Axel voor de Original. En ik heb fucking Terra! Yes! Yes, yes, yes. Echt super blij mee. Dus ik heb mijn deck ook flink aangepast zoals je hier kunt zien. Ik begin gewoon even vooraan. Cloud. Keyart 1. Potion. Mushu. Terra. Tinkerbell. Nominee. Keyblade Green, Abu Green, Donald 2, Queen Mini, Abu Blauw, Kissing 2, Ariel, Key Art 4. Dit event is nu ook eindelijk afgelopen en ik heb dan een power van 39, dus dat is echt super nice. Large Body, Riku Replica, Playing Cards,
Red Nocturne, Queen of Hearts, Darkseid, Bandit, Shadow Green, Emerald Blues, Captain Hook, Neon Shadow, Soldier, Roxas, Blue Recipe en Wizard. Ik weet het, ik heb nog een paar hele oude kaarten. Ik moet het nog aanpassen. En ik ben weer een paar levels omhoog gegaan sinds de laatste keer. Dus dat is ook nice. En iedere maandag, nu in de maand oktober, krijgen we sowieso 3000 jewels. Nou, ik ben ze aan het opsparen. Ik zou eigenlijk pas tot tot de laatste maandag van oktober, dan zou ik ze pas doen. Maar ik zit eraan te denken om toch één keer te doen. Eén keer. Dus dat gaan we nu even mooi doen. Voor 10 keer. Hoppakee. Jammer, niks nieuws. Maar wel een paar power-ups. Shop point, hoppa! Oeh, 20 shop points. Oeh, even kijken. Nee! Ik heb te weinig. Ik wil Axel heel graag kopen, jongens. Ik wil hem heel, heel graag. Hij is een van mijn favorieten van de original. Dus, organization. Dus misschien dat ik hem binnenkort kan kopen. Nog één keer. Fuck it. Ik heb toch zat. Jammer, weer geen nieuwe. Maar wel weer een paar dubbele, dus ik kan heel veel geluk weer uithalen. Oké, even kijken. 28. Zou ik toch genoeg hebben? Ik weet het niet, even kijken. Ja, jongens, ik heb genoeg. Fuck it, Axel, meekopen. Hoppa! Yes, ik heb Axel, jongens. Haha! Nu mis ik nog van organization members. Ik heb de Rico replica nu. Ik heb Axel. En ik heb Roxas nu. De enige die ik nu nog mis is Shion. En die wil ik wel heel graag hebben natuurlijk. Want ja, organization, grote fan. Ja. Nou ja. Mooi. Echt super nice. Mooi. Even mee Axel in het deck zetten, want die wil ik te graag erin hebben. Hij is groen op vijand 25, oké. Okay. Shadow van 15, die is te handig. Die is te handig en die is ook te handig. Ik gooi de Shadow eruit. Hoppa! Dan gaan we die Axel sowieso daar eens uittesten met een speciaal iets. Want, ik vergat nog te zeggen, even kijken hoor. Er zijn nog een paar nieuwe dingen. Ik ga eerst naar de missions daarvoor. Deze die heb ik vandaag wel voltooid, weet ik zeker. Monthly. Oh ja, de event mission, zoals de... hoe heet het? Even denken hoor. Winning streak. Hoe heet het nou? Wacht. Feat of strength beginner. Advanced en... intens. Die gaan de 31 oktober gaan ze weg. En er zijn nu ook dus weer nieuwe events. Voor die crafting spullen. Eigenlijk heel makkelijk om te doen. Die is er dan een week. Nou ja, ik heb deze vier. Die heb ik vandaag sowieso wel. En dat ga ik dan zo laten zien. En natuurlijk dit. Maar het gaat vooral hierom. Dit is het nieuwste van nieuw event. Dus daar komt goed uit. Dan kan ik weer ook een beetje zorgen voor mijn level. Maar goed, deze gaan dus... Oh, dit gaat dus binnenkort weg. Ik zal even laten zien, want er zijn nog een paar nieuwe dingen hier bij events. Kijk. De Feat of Strength eindigt op 31 oktober. En de Winning Streak ook. Gelukkig heb ik ze allemaal voltooid. Want ik heb deze, de Feat of Strength, heb ik toen, de tijd dat ik niet opnam, gewoon, ik ben gewoon doorgegaan spelen, zoals je ziet met mijn kaarten. Maar die heb ik toen dus gedaan en ik heb één charm moeten gebruiken en daarna had ik hem mee neer, dus dat ging lekker. En de Winning Streaks, die heb ik dan ook een paar charms moeten gebruiken, maar ik heb ze neer, dus dat is fijn. Dan hebben ze dit ook nog voor de
crafting materials, spullen, hebben ze dus nieuwe vijanden. Nou, deze is level 40, dat is nog te doen. Deze level 60. Ik zeg jullie één ding, fucking kut. Niet doen, echt zeker niet doen. Gewoon deze, dan weet je zeker dat je kan winnen meteen. Hier is niks nieuws. En hier is het nieuwe event. Iron Orbs en een Koper Orbs. Get up to 1000 jewels. Je kunt dan 10 keer per dag doen. En ik zal laten zien wat we vijanden hebben. Oh, is dat nog langs hier. We hebben dus soldiers. Ze zijn allemaal gewoon level 10. Dus totaal geen schade voor mij. Dus ik kan ze mooi afmaken in één keer. Ik hoop nu al... Oh, kut. Jongens, we hebben een klein probleempje. Mijn camera is uitgevallen, dus mijn kop kunnen niet meer zien. Godver. Ja, je kunt me nog horen, want ik heb een apart opnameprogramma hiervoor op de telefoon, anders kan ik dit niet opnemen. Dus, maar goed, wat ik dus wil zeggen, ik hoop dus dat ik heel snel extra's krijg, zodat ik zijn kaart kan uitwisselen. Dat is Terra, kut. Oh, kut. Dat was Axel. Ah, Axel. Kijk, kijk, kijk. Wow, fucking gaaf. Dit is echt super gaaf. Nice, 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 nice. Ja, die Terra ook. Oh, die is geweldig. Rico Replica. Eigenlijk hetzelfde als die van dat, van die Ice Beast event. Dus... Dat is wel heel nice. Oké, die ice die is dan natuurlijk sterker van de Ice Beast event. En dat is die van 39. Dat is dezelfde aanval, maar ik ben er wel heel blij mee. Echt, dus die aanval die Axel doet, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als die aanval in Chain of Memories die hij in zijn tweede boss fight gebruikt. Die aanval is super irritant. Echt super irritant. Maar, Ik heb Chain of Memories, nu ik het er toch over heb. Ik heb de Sora Story Mode uitgespeeld. En ik vocht dus tegen de eindbaas, dus Marluxia. Nou, Marluxia was zelfs nog de makkelijkste boss fight van alle boss fights. Want ik heb echt superveel moeite gehad met Vexen, allebei. En ik heb superveel moeite gehad met Riku Replica 4. Oh, wat was die kut. Die was kut, was kut. Goed, ik zit nu in Riku Story Mode natuurlijk in Chain of Memories. Dat gaat al best lekker. Ik hoef nu op dit moment alleen nog... even denken hoor, welke wereld was het? Neverland te doen. En dan heb ik weer een hoop nieuwe kaarten. Want dan zal ik daarna wel tegen Lexius moeten. Dus... Maar goed, dat is dus een beetje hoe dit event, wat dit event inhoudt. Gewoon 10 soldiers uitschakelen en daarna krijg je dus deze materials dingen en zo. Nou, ja, ik ben super blij nu met dat ik Axel heb. Dat is super nice. Goed, ik ga eventjes dit doen en dan zeg ik tot zo. Zo dan, we zitten nu bij de laatste twee. Dit is ook de laatste ronde. Want dan zijn we klaar met dit eventje. Voor vandaag dan. Zo, wat simpel. Oh ja, dat had ik nog net te zeggen. Elke keer dus, ook in World Battles, krijg je nu van bepaalde vijanden deze... speciale crafting materials. Nou, wel nice. Ik hoop alleen dat ik ooit goed tijd heb om ook echt te checken wat ik nog mis en zo. Maar we gaan nu even naar missies. Want als het goed is. Ja hoor, weer een hoop spul erbij. Mooi. Nou, dat is dan dat volgens mij. Ja, zeker. En voor de rest heb ik echt niks nieuws. Oh, ja, wel. Bij vijanden. Ik heb letterlijk nog maar 2 vijanden in dit album te verwerken. En dan heb ik alle vijanden op dit moment.
Dus kijk, dit is dus die ene Eliminator vijand. Die voor die ene material, crafting material. En deze Mergolium of zo, een soort gargoyle ding. Echt level 60, super sterk, super kloten. Dus ik raad het aan. Doe het niet zo gauw bij die. Dus nee, ik heb echt heel veel vijanden. Ook zeker vanwege de winning streak. Zoals de pot centipede en zo. En de. Deze drie, Blitzspear, Chillripper en Heatsaber, die heb ik daar ook door. Dus ja, ik mag echt niet klagen. Oh ja, en de Morningstar heb ik daar ook van. Dus ik mag zeker niet klagen. En ik heb de beginner missions eindelijk voltooid, want ik heb eindelijk 10 Fat Bandits voltooid. Dus dat is super nice. Nou, episode 3. Kom, is nog steeds niet uit. Het komt aardig dicht in de buurt. Als het goed is, misschien eind oktober of begin november. We gaan het zien. Hopelijk eigenlijk begin november. Want 31 oktober heb ik iets gepland staan. En heb ik eigenlijk geen zin om te gaan opnemen. En ik en mijn maat Woutje86 zijn aan iets heel speciaals aan het werken met z'n tweeën. Wat op mijn kanaal gaat komen. Ik ga nog niet zeggen wat, maar ik laat jullie wel even vast een klein dingetje zien. Die komt nu in beeld. En dan ben ik zeer benieuwd of jullie misschien al iets kunnen raden. Maar dat wil ik zeker weten in de comments. Maar goed, ik hoor het wel van jullie. En zo niet, dan zien jullie het vanzelf. Maar ja, haha. Maar goed, ik ben toch blij dat ik die kaarten, die 6000 jubels opgeofferd heb om kaart te kopen. Oké, geen nieuwe kaarten kunnen krijgen, maar wel shoppoints. Waardoor ik nu mooi Excel heb kunnen kopen. Hey, Woutje 86, fuck you, hè? Ja, ik ben er heel blij mee, want Excel is een van mijn favorieten, dus. En ik heb nu al Roxas. Nu alleen nog Xion. En dan heb ik voor op dat moment alle organisaties, want ik heb Rico Replica, Roxas en Excel daarvoor. Dus super, super nice. Nou, deze video was kort. Het jammer is dat mijn camera dan uitgevallen is. Maar helaas. Gewoon de batterij oplaaien en dan zit je volgende keer weer de hele video met mijn kop erin. Dus dan zeg ik nu tegen jullie. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken, te commenten en te abonneren. Got it memorized. En dan zeg ik. See ya real soon.